kregen een mail uit het Brabantse Eersel. Beste kan niet waar zijn. Hier in de gemeente Eersel, dicht bij Eindhoven, hebben we een probleem op een kaarsrechte provinciale weg. Daar wordt erg hard gereden en er steken ook reeën over. Dat gaat niet samen. Hele nare, echte beelden. Het is gevaarlijk op de weg van Wintoré naar Oosterbeers. Dit stuk worden achterreden doodgereden, met dodelijke afloop. De oorzaak is vaak hardrijdend verkeer. Je mag hier maar 60, maar wat is de praktijk? Gemiddeld 100 km per uur. Nou, hoogste tijd voor strenge verkeersmaatregelen. Dan zul je dus een drempel moeten leggen. Ja mensen, drempels halen de snelheid er enorm uit. Dus ja, en dan, als je dat één keer weet, dan hou je daar de volgende keer wel rekening mee. Ja, en daarom zijn ze in Eersel ook drempels gaan leggen. Als je dit drempels wilt noemen, de auto's scheuren hier met volle vaart overheen. Hé, zag ik nou een wildrooster op de weg liggen? Ze hebben hier een wildrooster geplaatst en 200 meter verderop nog eentje. En nu is het de bedoeling dat de reeën hier tussenin oversteken. Ja, u hoort het goed. De bedoeling is dat de reeën precies tussen twee roosters de weg oversteken. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar bij een ree? Worden er folders uitgedeeld of borden neergezet? Nou, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Daar hebben ze hekken voor geplaatst, zodat die reeën alleen hier over kunnen steken. Dat is slim. Nou, niks aan de hand, toch? Het probleem is dat het hek na 20 meter alweer ophoudt. Zodat de reeën hier verderop overal kunnen oversteken. En natuurlijk hangt er een behoorlijk prijskaartje aan dit hele gebeuren. 75.000 euro. Ik vind het heel veel geld om daaraan te spenderen. Terwijl ik denk dat de dieren toch niet daar oversteken. Weggegooid geld, denk ik. We zijn 75.000 euro armer en het is er niet veiliger op geworden. Inmiddels weten we wat dat voor gevolgen kan hebben. Je zou maar in de bus van Wintoré naar Oosterbeers zitten terwijl er een ree oversteekt. Ah, en vergeet niet uit te checken. Maar goed. Het lijkt er dus weer op dat er iets achter een bureau bedacht is dat te veel geld kost en niet werkt. Daarom een tip van de man uit de praktijk. Ga in gesprek met plaatselijk deskundigen, met een boswachter ter plekke of in ieder geval mensen die daar gewoon meer kijk op hebben dan jij achter je bureau. Want samen kun je vaak tot een goed product komen. Zo is het. Kent u ook zo'n geval van weggegooid geld? Ga dan naar kannietwaarzijn.vara.nl.